Hallo allemaal, daar ben ik dan met inmiddels het allerlaatste filmpje voor ons project 12 Days Before Christmas. Ik hoop natuurlijk dat jullie er onwijs veel plezier aan hebben beleefd. Heb ik wel gedaan. En ik heb dit willen delen met jullie omdat ik dat heel erg leuk vind. En ik ben inmiddels alweer toe aan het bedenken en het ontwerpen van het nieuwe project. Alle tekeningen zijn klaar voor het Let's Be Friends project. Dat project komt in januari uit. En dat ga ik doen met weer vier collega's. Monique Storms van Quilt Your Blur. En Dorry van Quilted & Dotty. Tamara van de Sampler. En Marlies van de Quiltmuis. Nou, daar krijgen jullie later veel meer uitleg over. Ik wil in ieder geval laten weten dat er weer een leuk project aankomt. Maar ik heb er heel wat voorbij zien komen. En inmiddels hebben een heleboel van jullie al het einddoel bereikt. Ik hoop dat er een heleboel mogen hangen met Kerstmis. Maar wat ik jullie nog graag zou willen vertellen is: hoe maak je nu mooie hoekjes met een binding? Nou. Ik ga dat jullie eventjes uitleggen. Wat je gaat doen is eigenlijk, je moet altijd heel secuur werken. Daar begint het mee. Dus wat je gaat doen is, je gaat stroken snijden. Ik zou ze niet knippen persoonlijk. Ik zou ze gewoon snijden. En werk je in centimeter, snij dan een strook van 5,5 centimeter. En werk je in inches, doe dan 2,25 inch. Nou, de lengte, dit maakt voor dit eventjes niet uit, voor het voorbeeld. Maar voor het hele project van 12 Days Before Christmas heb je twee stroken nodig. Van of 5,5 centimeter of 2,25 inch. En die zet je aan elkaar op de kopse kant. En dan ga je hem dubbel vouwen en strijken. Dus je hebt een lengte van 2,20 meter in totaal. En die ga je dubbel vouwen en strijken. Nou, dan ga ik jullie eventjes naar beneden zetten. Want ik heb het een en het ander eventjes voorbereid. Omdat jullie anders de draad kwijtraken. Nou, wat ik doe. Ik doe dat op de machine, want ik vind dat zelf altijd heel erg fijn. En ik begin altijd met naaien ongeveer met een 5 centimeter overlap. Dus ik begin pas hier met naaien. Nou, ik laat het eventjes hier zien. Dus ik begin met naaien en dan stop ik een kwart inch voordat ik aan het einde ben, stop ik. Zet ik twee steekjes even terug en dan ga ik weer heen en dan stop ik weer op die kwart inch afstand van het eindpunt. Dan doe ik eventjes mijn voetje omhoog. En mijn naald omhoog. En wat ik dan ga doen is, ik vouw mijn strook naar buiten. Op deze manier. Zo. En ik vouw hem weer naar binnen. Op deze manier. Dan ga ik naaien vanaf het begin. Dus dan ga ik niet die kwart inch overslaan. Nee, dan ga ik naaien gelijk vanaf het begin. Dus ik ga het nog een keer uitleggen. Je begint met naaien en je stopt een kwart inch, of in ieder geval voetje breed, stop je vanaf de onderkant. Dus je houdt een kwart inch over. Nou, wat je dan gaat doen is, je vouwt hem naar buiten en je vouwt hem weer naar binnen. En dan zorg je dat de rafeltjeskant aan de buitenkant van je quilt of je project zit. Nou, dan heb je dat zo gevouwen en dan ga je dus weer verder met naaien vanaf het begin. En zo ga je helemaal door tot de volgende hoek en ook daar naai je weer tot een kwart inch afstand van de onderkant en ga je dus weer vouwen en vouwen. Als je dat gedaan hebt, dan ziet dat er een beetje leuk uit. Kijk, dat ziet er dan zo uit. Dan heb je hier zo'n flapje. Dus je kunt zien, ik heb hier vanaf het begin genaaid. Dan vouw je dit om
En dan krijg je dus een heel mooi hoekje. Nou, uiteindelijk gaan we die naar buiten vouwen en aan de andere kant vastnaaien. Maar wat ik jullie eerst wil laten zien, is je begint en je eindigt. Maar hoe gaan we die aan elkaar zetten? Nou, daar is natuurlijk ook weer een trucje voor. En dat doe ik zelf altijd op deze manier. Dus ik doe dit vouwen. Ik doe even met mijn nagel, doe ik ervoor zorgen dat die vouw er goed in zit. En deze, die pas ik daarop aan. Dus ik zorg ervoor dat dat helemaal mooi tegen elkaar aan ligt. Ook die geef ik eventjes een vouw. Dus uiteindelijk ziet het er zo uit. Nou, wat je dan gaat doen, is dan knip je op een 1/4 inch afstand. Ik kan dat op het blote oog. Maar je mag dat natuurlijk ook gewoon eventjes afmeten. Aan beide kanten. Dus beide kanten knip je vanaf die vouwlijn een 1/4 inch. Op een 1/4 inch afstand de naad. Dus uiteindelijk ziet het er zo uit. Nou, wat ik zelf altijd doe. Ik heb wat speldjes. En dat is altijd heel eventjes een lastig werkje. Maar ik vouw dit naar elkaar toe. En ik zorg ervoor dat ik de vouwen goed op elkaar heb. Ik zorg ervoor dat deze twee vouwen mooi op elkaar zitten. En ik zorg ervoor dat het eind goed op elkaar zit. En wat ik dan zelf altijd doe, ik doe, omdat ik niet wil dat dit straks gaat verschuiven van elkaar. Ik wil dat die punten op elkaar blijven zitten. Doe ik op de kopse kant even zo een speldje erin. Als ik dat dan ga naaien onder de naaimachine, dan zorg ik ervoor dat ik weer voetje breed over heel de breedte van de strook ga ik naaien. Van onder naar boven. Je naait netjes en dan haal je de speldjes netjes weg uiteindelijk. En op het allerlaatste, als ik dan hier ben met naaien, trek ik die terwijl mijn naaimachine de stof grijpt, haal ik die langzaam weg. En dat zorgt ervoor dat dit altijd helemaal mooi recht blijft. En dat je dus geen problemen hebt met hele vervelende kantjes. Nou, ik ga even kijken of ik een klein beetje kan laten zien hoe dat er dan uit komt te zien. Dat weet ik niet of dat zo kan. Ja, nou, een beetje. Als je dat genaaid hebt, dan komt dat uiteindelijk heel mooi op elkaar te liggen. En als je dit dan uit elkaar trekt, dan veeg ik mijn naadjes altijd eventjes open. En dan heb je uiteindelijk dit. Die zet ik dan weer vast met speldjes. Op deze manier. En naai ik gewoon weer dit stuk dicht. Nou, als je dat gedaan hebt, dan zit dat allemaal heel mooi vast. En dan is het de bedoeling dat we natuurlijk dit gaan omvouwen. En naar achter vastmaken. Nou, ik heb natuurlijk een klein stukje even voorbereid. Ik ga dit even losmaken. Zo. Nou, wat je gaat doen, is je hebt uiteindelijk dit. Je hebt hier nu zo'n mooi puntje. En wat ik zelf altijd doe, ik gebruik die hele handige hexagonknijpertjes. Staan in de webshop. Ik vouw dit naar achter. En je voelt eigenlijk tot wanneer je moet vouwen. En uiteindelijk zie je dat aan de achterkant. Dus ik zet mijn klemmetjes daarop. En dan heb je natuurlijk het hoekje. Kun je even aan de achterkant mooi vouwen. Zo, deze manier. En het zorgt ervoor dat dit hoekje helemaal mooi op elkaar aansluit. Zo. En zo ga je eigenlijk je hele kwiltje ga je mooi rondom in de knijpertje zetten. En je kunt dat uiteraard achter overhands vastnaaien,
gewoon met het handje. Maar je kunt ook zeggen, ik doe het met de machine en dan naai ik hier in de ditch. En dan krijg je aan de achterkant dat dit heel mooi vast zit, want je hebt ruimte genoeg. En als je in de ditch naait, dan heb je gelijk alles vast zitten. Zo heb ik dat ook gedaan. Dus ik heb aan de voorkant heb ik mijn hoekje. En aan de achterkant heb ik gewoon een gestikte lijn lopen. Maar goed, ik vind dat niet erg. Vind je dat wel erg? Dan zou je het met de hand tegen kunnen zoomen. En beide is mooi. Het is maar net waar je zin in hebt. Een heleboel mensen vinden het leuk om het met de hand te doen. En een heleboel mensen vinden het ook helemaal niet leuk om te doen. Maar ja, het moet wel een keer af. Dus als je dit gedaan hebt, is je project klaar. Dus ik word altijd heel blij van een binding aanzetten. Als je dat gedaan hebt, dan kun je er natuurlijk voor kiezen om er nog een sleuf aan te maken. Nou, dat heb ik bij deze niet gedaan. Dus dat is lastig om dat eventjes uit te leggen. Maar goed, ik ga het toch eventjes proberen. Als je een sleuf aan de achterkant wil waar een latje doorheen kan, dan doe ik zelf altijd een strook van 4 inch snijden. En dat doe ik in twee delen. Dus uiteindelijk komt dat aan de achterkant. En zeg maar deze ruimte. En dan aan de andere kant van het kwiltje ook deze ruimte. Dus je houdt een opening hier om uiteindelijk je latje aan een spijker te hangen of wat dan ook. Nou, als je dat gedaan hebt, dan vouw je ook die 4 inch vouw je dubbel. En die stik ik dan aan de bovenkant altijd nog eventjes mee met de binding. Nou, ik ga daar een ander filmpje over maken, want dat is een beetje lastig uitleggen. In dit geval, dan kun je hem ook gewoon gaan tegenzoomen. En dan hangt hij gewoon heel mooi aan de muur. Maar goed, dat ga ik in een volgend filmpje laten zien. Want ik kan dat nu al zeggen, maar jullie willen dat natuurlijk allemaal zien. En dat snap ik. Dus bij deze zou ik zeggen, ga aan de gang met de binding. En ik hoop dat jullie projecten een beetje op tijd af zijn. Zo niet, volgt juist weer kerst. En kan die ook hangen. Dus ja, ik zou zeggen, ik hoop dat jullie allemaal veel plezier hebben gehad aan dit project. Ik heb het met veel plezier hopelijk aan jullie overgebracht. En uiteraard volgend jaar gewoon weer een nieuw project. Dus zorg ervoor dat die voor die tijd af is. Anders blijf je achterlopen. En ik wil jullie allemaal hele fijne dagen toewensen. En ook een heel goed nieuw jaar. Ik hoop dat 2022 iedereen iets meer rust geeft dan dat we het afgelopen jaar hebben gehad. En ik hoop dat we gewoon allemaal weer heel productief mogen zijn. Alle ondernemers die het heel zwaar hebben. En alle mensen die geopereerd moeten worden met een uitgestelde operatie. Ik hoop dat die ook allemaal geholpen worden in het nieuwe jaar. Want we schieten er allemaal niks mee op. En ik wil gewoon weer lesgeven en ik wil leuke dingen gaan doen. Dus ik ga voor een heel goed 2022 en ik hoop dat jullie dat allemaal ook zullen hebben. We gaan weer genieten in het nieuwe jaar van allemaal leuke nieuwe projecten. Als het een beetje mee zit, dan start het Let's Be Friends project in januari. Ik kan nog niet vertellen of het begin of eind januari zal zijn, omdat de mensen die mijn malletjes maken helaas nog steeds ziek zijn. En ik zal erop moeten wachten. En mocht dat niet het geval zijn, dan heb ik wel iets anders in petto. Maar dat vertel ik jullie dan op een later tijdstip. Het gaat in ieder geval door, maar in welke context, dat kan ik jullie nog niet vertellen. Dus bij deze, ik heb genoten van al jullie foto's en ik hoop dat jullie mij de vorderingen willen blijven laten zien, want ik geniet daarvan en dat doet mij deugd, want dan weet ik dat jullie mijn project leuk vinden. En nogmaals, ik wens iedereen een heel goed en gelukkig nieuw jaar toe en
we zien elkaar dan weer. Doeg!